Marleen van Os en Daan van de Velde met Vrede door Henriette van de Brandeler. We gaan naar kort voor de Eerste Wereldoorlog. En toen was Boutens werkelijk beroemd geworden in ons land. Men dweepte met zijn gedichten. Maar toch moest hij over een belangrijk onderwerp blijven zwijgen. En dit zwijgen in Boutens werk geldt namelijk niet alleen dat onnoemelijk goddelijke van Plato, maar wel iets wat ermee samenhangt.